En dan knijp je in de kuit, terwijl je knijpt, roep je heel hard boe. Daar is het! Het was flink schrikken bij de regionale omroep van Den Helder toen live tijdens de radio-uitzending zomaar even een auto door de muur heen kwam vliegen. Wat deed de presentator? Vrolijk het volgende nummertje aankondigen, alsof er niks aan de hand was. Dat roept de vraag op, wanneer schrok jij een hoedje? Toen ik iets onbekends van de trap af hoorde vallen. En wat was dat? Mijn dochter. Toen ik een onvoldoende had voor werkhouding. Toen mijn dochter een zoon kreeg. Zij belde me 's nachts op dat ze bevallen was van een zoon. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik even een sigaretje op roken. En toen vloog mijn prullenbak in brand. Ik heb echt goede cijfers. Wel boven de 6. Heb je ook wel eens iemand laten schrikken? Nee, zo ben ik niet. Had ik van die rubberen beestjes. En die legde ik dan in het bed van mijn zusje. En dan kwam zij in bed en dan voelde ze met de tenen dat rubberen beestje. En dan was het huis te klein vervolgens. Hij zegt, is je man wel eens laten schrikken? Ik zeg, nou, het is wel eens gebeurd, kom ik uit de douche. Ik zeg, maar dat had ik niks aan. Ik zeg, vroeger schrok die niet, maar nou wel. Ik had een blauwe inktvisje. Die was ongeveer zo groot met van die tentakels. En een klein geel rechtopstaand poppetje van rubber. En die had allemaal van die korte stekeltjes, van die nopjes erbovenop. Dus ja, als je met je blote voeten in bed stapt, dan voelt dat niet prettig. Wat een humor. Ja, ik heb wel wat gelachen. Ik denk dat ze het nog steeds wel weet. Vanmorgen nog. Toen was mijn dochter heel erg aandachtig brood te bakken en dergelijke. En die stond achter haar, riep ik heel hard boe. En dan werd die gewaardeerd. Dat vind ik leuk als iemand dan schrikt. Dan gaan ze een hartverlamming of zo. In een winkel en dan ineens sta je erachter en dan draai je ze eigenlijk om. En dan schrikken ze, weet je wel. Dus dan... Hoe ik iemand op straat zou laten schrikken? Jeempje. Ja, dat is wel een hele goeie. Dan ga je achter iemand aanlopen en dan ga je een beetje door je benen heen en dan... Knijp je in de kuit, terwijl je knijpt, roep je heel hard boe. Daar is het! Nou, zei ik, succes gegarandeerd. Moet ik het doen? Boe! 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 Ja, schrik nou! Schrik nou! Ja, gewoon, omdat ik dat leuk vind. Boe! Boe! Nou, eigenlijk wil ik dan een soort van uit beeld en dan zo in beeld komen. Ja? Huh? Oké. Waa! Om nachtmerries van te krijgen, hè, die leienaren.